Nijmeegse mbo-studenten zetten Nederland op de kaart bij Europees Techniekkampioenschap. Ze komen terug met onder andere goud. MBO-studenten Joost Meijer en Bart Willems van ROC Nijmegen vakopleiding Techniek hebben Nederland op de kaart gezet bij een Europees kampioenschap. Ze namen deel aan de Euroskills 2023, waar jongeren hun talent op het gebied van vakmanschap laten zien. Na intensieve dagen kwamen ze terug met goud en een medaille van excellentie. Mocht ik eerst een van onze parels naar voren roepen? Ja, hè? Joost Meijer. Wil jij... Ik heb je net ook even gefeliciteerd. Op de Euroskills 2023 won student Bart Willems een gouden plak voor de kampioenschap Lassen. En Joost Meijer won de Medal of Excellence voor opvallend goede prestaties in kat tekenen. En dat werd natuurlijk gevierd op zijn school en ROC Nijmegen. Gefeliciteerd dat je zulke geweldige studenten mag begeleiden. CAD tekenen staat voor Computer Aided Design tekenen. Via een computersoftware worden nauwkeurige tekeningen gemaakt voor bijvoorbeeld architectuur, werktuigbouwkunde of elektronica. Maar er waren ook jonge talenten vanuit andere vakgebieden bij de competitie. Ja, je hebt de verschillende vakgebieden, vakken, die waar deelnemers aan meedoen. En die zijn daar dan aan het werk. Ongeveer 600 deelnemers. En het gaat over 34 disciplines, 34 beroepen waar studenten bezig zijn. En met ongeveer per beroep zijn er ongeveer 14, 15 deelnemers. En die dan zit dus net een examen. Mensen willen het beste uit zich halen, die willen gewoon winnen. En die willen het gewoon mooi doen. En dan zie je ze zo geconcentreerd bezig. Joost zegt, ik heb er bijna nooit in mijn zin, ik trek me niet van alles. Ze trekken er niks van. Ze zijn gewoon gefocust op hun werk, omdat ze goed mogelijk doen. Dat is zo mooi om te zien. Ook voor de trotse mbo-docenten was deze competitie een ervaring om niet te vergeten. Vooral aan het einde vind ik het wel heel emotioneel. Ja. Vertel. Vooral als je dan bij het einde, als dan de applaus gaat, dan staan er echt heel veel mensen om je heen. En dan is het wel een emotioneel moment, zulke dingen. Een vliegende start van zijn carrière. Joost weet al precies hoe zijn toekomst eruit moet zien. Ja, gewoon wat lompere machines en zo. En toch een oplossing bedenken voor de klant. Bedenken van producten die dan ook daadwerkelijk gemaakt worden. Ja, dat is wel leuk om te zien. Dan staat daar een machine en die heb jij dan getekend. We hebben tekort aan mbo'ers die de techniek ingaan, die ook werk daarin kunnen vinden. Maar ze gewoon echt, als ze op stage willen, nou is één student kan wel 20 stageplekken vinden. En daarom is het al heel belangrijk dat de studenten daar ook in dat technische vak verder gaan. En ook excelleren. Ik vind het prachtig als mensen daar excelleren. En vandaar ook kijken, alles eruit halen wat ze willen. En dat staat heel goed op zijn cv, wat hij nou heeft gedaan. Bart en Joost waren niet de enige sterren. In totaal behaalde Team Nederland maar liefst 12 medailles op de Euroskills, waarmee ze het hoge niveau van het Nederlands beroepsonderwijs hebben bewezen. Als je deze dagen toevallig militaire vliegtuigen of helikopters over hebt zien vliegen, ben je waarschijnlijk getuige geweest van Falcon Leap. Dat zijn luchtlandingsoefeningen waarbij militairen onder meer parachutespringen boven verschillende plaatsen in Nederland. In onze regio gebeurde dat afgelopen dagen ook, namelijk in Heteren. Donderdag gaf Defensie hierover tekst en uitleg tijdens een speciale dag op de Ginkelse Heide in Ede. We zijn vandaag in Ede bij de luchtlandingsoefening Falcon Leap. Deze vindt van 4 tot 15 september plaats. Verschillende militairen gaan met een parachute naar beneden. Dit is nodig voor de samenwerking tussen verschillende landen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Nou, Falcon Leap is een grote internationale airborne oefening die eigenlijk meerdere leerdoelen kent. En ja, dat gaat allemaal om internationale samenwerking. En we zijn nu eigenlijk in de wing exchange fase uitgekomen, waarin we met elkaars materiaal springen om te leren van elkaars procedures. Omdat de gedachte is, als wij worden ingezet op deze manier, zullen we dat nooit alleen doen als Nederland. Dus zullen we altijd in internationaal verband optreden. Daarom is het fijn om aan de voorkant al wat samengewerkt te hebben en elkaars materiaal te kennen. Aan de oefening doen 13 verschillende landen mee, waaronder... Nederland, Engelsen, Britten heb ik gezien, Fransen, Italianen, Grieken, Polen,
Ja, ik vergeet er nog een paar, maar het staat behoorlijk vol. De periode is natuurlijk ook niet zomaar gekozen. Ja, midden september zitten we toch in de historische periode van een van de grootste luchtlandingsoperaties in Europa, Market Garden. Ja, en daar gaat natuurlijk zaterdag alle aandacht naar uit. Tijdens de oefening zijn verschillende onderdelen waar samenwerking aan bod komt. De samenwerking loopt eigenlijk de hele oefening door. Alleen je ziet het telkens op een andere manier terugkomen. Vorige week ging het om materiaal. Begin van deze week, maandag tot en met woensdag, ging het om het tactisch optreden. En dan spring je dus met je eigen materiaal, maar treed je wel schouder aan schouder op. En nu springen we met elkaars materiaal. Dus de samenwerking is er steeds, alleen op een andere manier. Ik heb net gesprongen. Ik mocht vandaag voor het eerst met de Poolse parachute springen. Dus dat is wel leuk. Mm-hmm. En hoe was dat dan? Want het is wel leuk, maar hoe was dat dan om te springen? Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als alle andere parachutesprongen die je maakt. Alleen nu heb je andere dispatches, andere parachute. Het is een beetje anders, maar ja, het is wel, ik vind het altijd zelf heel leuk. Het is heel spannend ook elke keer, maar je went er wel aan. Ik heb zojuist gesprongen met Frans materiaal. Voor mij de eerste keer dat ik met Frans materiaal heb gesprongen. Dus ik word zo meteen ook verwacht in de box. En dan krijgen wij met een korte ceremonie de Franse wing opgespeld. En dan kan je die bij ons in ieder geval, heb je plek voor één buitenlandse wing op je nette pak. En als je er meerdere hebt, dan kun je daaruit kiezen. Er is ophef ontstaan over de keuze van het Nijmeegse Kandinsky College om leerlingen vrij te geven van school om aanwezig te kunnen zijn bij de klimaatactie in Den Haag. Scholieren en leraren vanuit heel Nederland komen daar samen om te demonstreren. Volgens de politieke partij JA21 ontwijken leerlingen hiermee te makkelijk de leerplicht en mengt de school zich te veel in een politieke kwestie. Daar heb ik twee problemen mee. Ten eerste het gemak waarmee eigenlijk de leerplicht wordt ontweken voor het demonstratierecht. En het ministerie spreekt dat ook hardop uit, dat is niet oké. Leerlingen moeten naar school, maakt niet uit welke demonstratie er is, dat doe je maar in het weekend. En het tweede is wel pikant, dat die school zelf, het college, zegt, we staan eigenlijk wel achter deze doelstelling, hè, voor een duurzamer Nederland enzovoort. Dat is natuurlijk best een politiek uitgangspunt, dat is een politiek standpunt. Het was volgens de school geen verplichting of actieve aanmoediging. De school wil leerlingen de vrije keuze laten om hun stem te laten horen. Met het Life Science programma besteedt de school aandacht aan natuur, gezondheid, wetenschap en duurzaamheid. Kinderrechtenactivist Lars Westra steunt de keuze van het Kandinsky College. Het is heel belangrijk dat ook de jeugd hun stem laat horen. Omdat klimaatverandering heel erg over ons gaat. Omdat wij de grootste gevolgen van klimaatverandering mee gaan maken. Vind ik het heel belangrijk dat wij ook laten horen wat wij ervan vinden. En het is nog belangrijker eigenlijk dat volwassenen ook naar ons luisteren. Aan de ene kant heb je natuurlijk de leerplicht, maar dat moet afgewogen worden tegen het demonstratierecht. Dus ik denk dat ze, zolang het in proportie blijft, dat moedig ik scholen alleen maar aan om ook de leerlingen onbestraft te laten spuilen. Op het Nijmeegse stadseiland Veurlent hebben momenteel zo'n 250 man een militair kamp opgebouwd met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter. Dit zijn echte militairen, maar ook veel acteurs. Dit weekend kun je op het eiland namelijk de oversteek herbeleven van de Waal in de Tweede Wereldoorlog. Deze actie wordt hier tot in detail nagespeeld. Zondagmiddag is dit alles te zien. Rond 2 uur komen dan 180 man uit 9 verschillende landen in actie. De locatie is uiteraard direct naast de stadsbrug de Oversteek, die de naam aan deze operatie heeft te danken. En zaterdagmiddag vindt in Driel weer de jaarlijkse Polenherdenking plaats. Deze herdenking vindt plaats voor de inzet van de eerste Poolse onafhankelijke parachutistenbrigade en de bijdrage aan de slag om Arnhem. Speciale gast dit jaar is de Oekraïense ambassadeur. De herdenking is ook live te volgen op RN7. Deze uitzending start tegen 3 uur in de middag. Het fruitcorso in Tiel is een jarenlange traditie die ondertussen is uitgegroeid tot een hele dag spektakel met wagens die ware kunstwerken zijn van fruit en groenten. Corso Club Maas en Waal doet ook al jaren mee met een zogenaamde praalwagen. Dit is de laatste dag, mogelijk zelfs nacht, dat er nog aan gewerkt wordt. Want morgen is het zover. Ja, morgen is het fruitcorso in Tiel. Dat is het evenement van de Betuwe. Onderdeel van de Betuwse Oogstweek, samen met Appelpop, Appeltjesdag en nog veel meer evenementen in Tiel. En daar gaan wij deelnemen aan het fruitcorso.
We bouwen dit jaar koraal met een uitroepteken. Het is een groot koraalrif en wij laten het koraal in al zijn pracht en praal en al zijn kleuren, vormen, texturen zien. En dat proberen wij met fruit, groenten, zaden, siervruchten zo goed mogelijk uit te beelden. Een levend koraal creëren doe je op verschillende manieren. Ook muziek en beweging zijn daarbij belangrijk. Ja, klopt. We proberen echt een beleving. Het gaat verder dan alleen maar een wagen. Wij proberen de bewegingen echt toe te passen, zodat het ook iets toevoegt aan het ontwerp, aan het concept. Maar ook verschillende manieren van plakken. Door bepaalde producten juist op elkaar te plakken, krijg je verschillende structuren, waardoor het lijkt alsof er soms laagjes op zitten. En ook producten die juist wat stekeliger zijn tegenover producten die wat ronder zijn, zodat je veel mooi verschil krijgt tussen die twee producten. En dat koraal echt gaat leven. Wij hebben speciaal muziek laten componeren. En die hebben echt gekeken van hoe kunnen we zo mooi mogelijk de bewegingen van het koraal overbrengen in de muziek. Er zit een bepaalde telling in de muziek. En door die telling kunnen de bewegers ook echt op de telling het koraal laten bewegen. 140 vrijwilligers zijn al maanden met enthousiasme bezig met het bouw- en plakwerk. Ja, vanaf het eerste uur is eigenlijk is helemaal overgeslagen, het virus van plakken. En ik ben altijd iets van iets aan het maken waar resultaat geeft. En elk ding waar je erop plakt, dan denk je, hé, dat wordt mooi. Ik ben sinds het jaar 2000 actief bij het Fruitcorso en als 8-jarig jongetje begonnen. Met de hele familie op een gegeven moment aan het plakken geraakt. Mijn zus is ook nog steeds een fanatieke plakster en zo ben ik hier in Mazenwaal terechtgekomen. En dat doe ik nu alweer 12 jaar. Meedoen aan het Corso is ook meedoen voor prijzen. De verwachtingen voor deze koraalwagen zijn hoog gespannen. We hebben hier zo uren in zitten. En als het dadelijk mislukt door het weer, dan zou het tegenvallen. Maar hij geeft ontzettend mooi weer. En dus ik denk dat we dubbel geluk hebben. Dit moet het gewoon worden in zaterdag. Begin deze maand heeft het Vasum Circus Space in Nijmegen eindelijk de deuren geopend. Na een intensieve opknapbeurt transformeerde de vervallen ruimte naar een waar paradijs voor de artiesten. De circusgemeenschap heeft maandenlang hard gewerkt om deze droom te verwezenlijken. Oké, wacht even. Ik moet dus hier staan? Ja. Mm-hmm. Supergoed. En dan de andere voet ook? Andere voet gelijk naar de schouder. Oh, dat is naar de schouder. Oké. Ja. Rechterschouder? Ja. Oké. Goed zo. Ja. Oeh. Ja. Okay. Ja. Oké. Ga ik de handen lossen? Ga ik dat doen? Je gaat niet Kaals handen vasthouden. Dat hoeft helemaal niet, want je staat hartstikke goed. We zitten hier al 18 jaar als Circus Space. En we zijn ook heel blij dat we in de nieuwe fase ook een plek hebben. Veel groter dan dat we hadden. Nee, we hebben enorm hard gewerkt aan plannen maken, iedereen overtuigen. Dat wat we willen een enorme meerwaarde heeft voor de stad en de omgeving. En dat is gelukt. Dus we hebben gecrowdfund, een privaat fonds gevonden die ons heeft gesteund. Een nationaal fonds voor cultuurparticipatie heeft ons gesteund. En we hebben ook vanuit de gemeente geld gekregen om dit mogelijk te maken. En met dat geld is ook een flinke verbouwing bekostigd, wat heeft geresulteerd in meerdere circusruimtes. Het creëren van twee ruimtes is echt superbelangrijk geweest voor ons. Daarmee creëren we veel meer mogelijkheden om lessen te geven, om bedrijfsuitjes te kunnen organiseren. Op deze indrukwekkende oppervlakte van 300 vierkante meter is de gemeenschap klaar om iedereen kennis te laten maken met de kunst van het circus. En dat gaat niet om het leren van alleen koude kunstjes. Ja, wij zien circus echt als alles wat niet competitieve bewegings- en kunstvorm is eigenlijk. Dus er wordt ook veel vanuit professionele circus gezocht naar die grensvlakken met beeldende kunst, met dans. En dat willen we ook heel erg graag uitnodigen in deze ruimte. Een van de belangrijkste vragen van nu is,
Hoe voel je je goed en dat we ons lijf zo aan het vergeten zijn. Hoe je reageert op iets zegt al heel veel of je het ermee eens bent of niet, wat je ervan vindt. En we zijn een beetje vergeten om naar ons lijf te luisteren. En we zoeken ook de samenwerking met kennisinstellingen in Nijmegen, zoals de universiteit en de hogeschool, om ook de kennis over wat beweging voor goeds doet voor de mens, om die kennis te verbreden, te verdiepen en toe te passen. Dat wij de ontmoetingsplek voor circus zijn in Nijmegen. We gaan een podium bouwen en we willen een kenniscentrum worden voor alles wat met circus en beweging te maken heeft. Oh shit. Ze doet het. Oké. Okay. Wat is je jel? Jel, ik kan het wel. Het gaat lekker. Oké, maar ik voel me wel een beetje wiebelig nu. Ja, het was weer een mooie nazomerdag vandaag. En tot zonsondergang blijft het dan ook zondag met zo'n 20 graden. Dit weekend kunnen we nog even van het laatste staartje van deze zomer genieten. Met morgen de mooiste dag van het weekend. Het wordt dan nog zo'n 26 graden in de regio. En de zon is volop aanwezig en er staat nauwelijks wind. Zondag wordt een redelijk gelijke dag aan de zaterdag, hoewel er wel iets meer bewolking zal zijn. Ook maandag blijft het nog warm, maar in de loop van die dag ontstaan er dan weer enkele regen- en onweersbuien. Vanaf dinsdag is het vervolgens echt gedaan met die zomer. En tot zover het RN7 regio nieuws van vrijdag 15 september. Nu op RN7 zie je een gloednieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgen tegen PSV. En daarna het programma Nu in de Bios. Alle uitzendingen zijn altijd terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. En tot nu een heel fijn weekend.